Near Field Communication, of NFC in het kort, is een nieuwe draadloze technologie waarmee verbindingen tussen twee apparaten tot stand gebracht kunnen worden. Het kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen. Denk aan mobiel betalen. Daarnaast kan ook gedacht worden aan een toegangskaartje. In plaats van dat je een kaartje hebt wat in een apparaat gestopt moet worden, wordt het draadloos gedaan door het kaartje in de telefoon te programmeren en uit te lezen bij een toegangspoort. NFC kan ook gebruikt worden als trigger voor bijvoorbeeld een Bluetooth connectie. Het voordeel daarvan is dat bij NFC de instellingen draadloos gecommuniceerd worden en dat niet op beide apparaten de Bluetooth instellingen apart ingesteld worden. En door dit gebied van de telefoon bij een object te houden, bijvoorbeeld een tag of bij een andere telefoon, wordt er een draadloze verbinding tot stand gebracht, waarmee je dan van alles gedaan kan worden. Peter laat zien hoe de NFC-technologie in een supermarkt gebruikt kan worden. Buiten staat een poster met een aanbieding. Door de telefoon bij de NFC-tag in de poster te houden, wordt de aanbieding op de telefoon getoond. De telefoon onthoudt de aanbieding in een boodschappenlijst, zodat Peter deze aanbieding niet vergeet te kopen. De winkelwagen wordt niet meer met een euro vrijgegeven, maar wordt vrijgegeven door je te identificeren via de NFC-telefoon. Er wordt een klein tegoed van de telefoon afgeschreven en in de winkelwagen opgeslagen. Dit tegoed krijg je terug door de telefoon bij het terugbrengen weer even bij de winkelwagen te houden. Een aantal producten in de winkel zijn voorzien van een NFC-tag. Door het bordje bij een product aan te raken met de NFC-telefoon wordt het product getoond. Peter kan nu zoeken naar recepten met dit product. Hij selecteert het recept en geeft aan voor hoeveel personen het recept bereikt moet worden. Verder kan hij aangeven welke ingrediënten hij niet wil kopen. De ingrediënten worden opgeslagen in de boodschappenlijst. Door het product nogmaals aan te raken, wordt het afgevinkt in de boodschappenlijst. Op deze manier kunnen alle ingrediënten worden verzameld. In de supermarkt hangen ook posters met recepten die voorzien zijn van een NFC-tag. Ook deze recepten kunnen worden toegevoegd aan de boodschappenlijst. Wanneer alle ingrediënten uit de boodschappenlijst zijn verzameld, kan Peter met zijn telefoon bij de kassa afrekenen. Eerst moet Peter nog even de lege flessen inleveren. Het bedrag dat normaal op een bonnetje komt te staan, wordt nu bijgeschreven op de telefoon. Bij de kassa wordt de telefoon bij een NFC-reader gehouden en worden de gegevens die normaal op een pinpas staan doorgegeven aan de kassa. De pincode wordt nog gewoon op de bestaande pinautomaat ingetoetst.